Van harte welkom in deze dienst. Van harte welkom aan de familie, aan dierbaren, maar zeker ook in het bijzonder namens de familie van harte welkom voor iedereen die hier vanmiddag bij ons is, maar ook van harte welkom aan hen die thuis met ons meekijken, die op afstand met ons verbonden zijn. Het is in deze dienst vandaag een moment van terugkijken, een moment van herinneringen, van verdriet. Maar het is ook een moment van troost zoeken, kracht zoeken bij onze God. En laten we aan het begin van deze dienst stil worden en persoonlijk voor onszelf bidden tot onze God om zijn zegen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. U mag gaan zitten. De eerste momenten zojuist in deze dienst. Weet ik niet of de versterking goed te horen was ook voor de mensen thuis. Dus ik herhaal dat nog een keer. Het is fijn dat u er bent vanmiddag. Het is fijn voor de familie om in uw aanwezigheid, om in uw betrokkenheid het meeleven te zien. En hartelijk welkom voor de mensen hier in de kerk, maar zeker ook welkom voor ieder die thuis op afstand met ons verbonden is. We gaan met elkaar luisteren naar het eerste lied. En dat is uit een nieuw lied. Dat is de zangbundel die hier in de gemeente wordt gebruikt. Lied 84, vers 1 en vers 3. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. En ik zeg er bij dit eerste lied, bij de liederen in deze dienst. We hebben liederen gekozen met elkaar die Wart mooi vond, liederen die hem aanspraken. En het is zo dat we door de huidige coronasituatie niet met z'n allen kunnen zingen in het gebouw, maar het is zo dat als er niemand voor u zit, dan bent u uitgenodigd om mee te zingen. Dus zeker de voorste rij van harte uitgenodigd om mee te zingen. We mogen allemaal meeluisteren met de liederen. En het eerste lied is lied 84, vers 1 en vers 3.
de liturgieboekjes die u heeft ontvangen kunt u de volgorde van de dienst mee volgen. En er is één punt ingevoegd. En daar gaan we met elkaar nu naar luisteren. En dat is een in memoriam, een terugblik. Die zal worden uitgesproken door zuster Tanny. Op woensdagmorgen is toch nog plotseling overleden Wat Janssens, lieve en zorgzame man van Susanna, zwager van Truus en dierbare broer en familie van u allen. Wat werd geboren op 9 augustus 1936 te Goes en is ruim 84 jaar geworden. Hij groeide op in een katholiek gezin. Hij trouwde met Susanna en ze gingen wonen in Capelle. Na 9 jaar verhuisden ze naar Wemeldingen en gingen wonen in de Oranjeboomstraat 27, waar Wat woensdag is overleden. Graag ging Wat samen met Susanna en Truus en moeder Gijzel een weekje op vakantie. Even ergens anders, rondfietsen en wandelen en genieten van alles wat de natuur ons geeft. Dat bleven ze ook doen toen moeder Gijzel was overleden, samen met Susanna en Truus. Even een weekje weg. Hij genoot van mooie bloemen, van vogels en hij kende bijna alle soorten uit zijn hoofd. Zijn grote hobby was voetballen en dat heeft hij gedaan tot hij 57 jaar was. Samen bezochten ze al die jaren de Vrije Evangelische Gemeente. Graag zat hij dan met Susanna en Truus daar op een van de achterste banken en was heel trouw in het bezoeken van diensten. Het liefst zong hij uit de bundel van Johannes de Heer. Nooit deden we als gemeente tevergeefs een beroep op hem om te helpen bij karweitjes in en om de kerk. Met plezier denken we nog terug aan de bloesemritten die jullie samen hebben georganiseerd. De laatste 4 jaar kreeg Wat verschillende ongemakken en diverse keren werd hij opgenomen in het ziekenhuis. De laatste tijd ging hij hard achteruit. Toch kwam zijn overlijden nog onverwachts. Dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, maar met een intens verdriet om de lege plaats die hij achterlaat, is het een troost te mogen weten dat hij mag zijn in het vaderhuis met de vele woningen. Gisteren hebben we Wat in de dienst herdacht en ter nagedachtenis hebben we gezongen: Al de weg leidt mij mijn heiland. Laten we samen bidden. Heer onze God, liefdevolle Vader, we komen vanmiddag bij u met alle gedachten en alle herinneringen die er zijn. Met gevoelens van gemis en van verdriet. En met dankbaarheid om waar we met vreugde op mogen terugkijken. En dank u wel, Heere, dat inderdaad hier gisteren in de dienst het lied gezongen is. Al de weg, heel de weg leidt mij mijn heiland. Dank u wel dat we ook straks hier in deze dienst dat lied mogen gaan beluisteren, gaan zingen. Heel het leven door leidt u ons. En zo bidden wij u, Heere, wilt u vandaag in deze dienst ook in het bijzonder heel dicht bij ons zijn. Dat we ook vandaag dat mogen ervaren, mogen weten dat u bij ons bent. En dat bidden we in het bijzonder voor deze moeilijke momenten. Voor deze afscheidsdienst. Heere, wilt u zelf troost geven. En ondersteuning. Heer onze God, we lezen in uw woord, in de Bijbel, dat daar staat dat wanneer gedachten zich in ons vermenigvuldigen, wanneer we vol zijn met gedachten, met van alles wat ons bezighoudt, dan staat er in de Bijbel, dan wilt u ons verkwikken en kracht geven en dicht nabij zijn. Heer, wilt u dat geven? Dat deze dienst een goede dienst mag zijn. Dat het een mooi en een waardig afscheid mag zijn. En we bidden u dat het voor ons allemaal ook begrijpelijk zal zijn. Dat het dichtbij ons zal komen. Of we nou gewend zijn om naar de kerk te gaan of niet,
Heere, wilt u ons allemaal zo aanspreken vanmiddag? Heere, u zegt het zelf. Ik ben het die u troost. En zo zijn onze ogen op u gericht. Wilt u zelf uw woord openen en ons daarin tegemoetkomen? Bijzonder bidden we dat voor Susanna, voor Truus, voor ieder die dichtbij wat staat en stond. Heere, wees ons nabij, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar het volgende lied zingen en beluisteren. En het is uit Johannes de Heer, de bundel die net al genoemd werd. Johannes de Heer, lied 13, vers 1 en vers 2. Ik wandel in het licht met Jezus. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel, het gedeelte waar we in deze dienst met elkaar over nadenken. En dat komt uit Johannes hoofdstuk 14, de eerste zes versen. Dus Johannes 14, de eerste versen, vers 1 tot en met vers 6. En daar staat het volgende. Laat uw hart niet in beroering, in onrust raken. U gelooft in God, geloof ook in mij, zegt Jezus Heer. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik, Jezus, ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, en als ik een plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, dat weet u, en de weg weet u. En Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel. En zalig bent u, gelukkig bent u, als u het woord van God hoort, het in uw hart bewaart en van daaruit leeft. We gaan met elkaar luisteren naar het volgende lied en meezingen met Johannes de Heer, lied 836, het eerste couplet op die heuvel daar ginds. Thank you.
Straks na het amen van de preek, met zijn aansluiting daarop, dan zal worden gezongen Johannes de Heerlied 33, vers 1. Dus dat straks in aansluiting op de preek. Vanaf deze plaats hier, vanaf de preekstoel, dan kijk je zo de gemeente in. En je ziet gezichten. Vandaag mag ik u aankijken. En onbewust is het zo dat je gezichten soms ook gaat verbinden aan een bepaalde plaats. En eigenlijk is het net al even aangehaald in het In Memoriam. Zo denkend aan wat, dan zie je hem eigenlijk zitten. Hier achterin de kerk. Hij hoort op zijn plaatsje hier in de kerk. En afgelopen week hadden we het ook samen daarover. Datzelfde geldt ook voor jullie persoonlijke herinneringen, thuis. We zeiden het nog tegen elkaar, daar in de stoel. Daar zat hij. Je ziet het nog voor je. En tegelijkertijd is het zo onwerkelijk dat die plaats, die bekende plaats, dan nu leeg is. We hadden het over die woorden die jullie nog tegen elkaar hebben gezegd. Wat is een mens? Wat is een mens toch? Hoe kwetsbaar, hoe snel is het voorbij? En toch ook hoe onwerkelijk en schokkend is het als het zover is. En vandaag worden we daar bij elkaar, met elkaar bij bepaald. Wat is toch een mens? Hoe snel kan opeens zo'n bekende plaats, zo'n vaste plaats leeg zijn? En toch mogen we ook vandaag in deze dienst met elkaar verder kijken. Mogen we verder kijken dan alleen de menselijke kwetsbaarheid, maar mogen we ook woorden spreken van troost en woorden van hoop. Want we lezen in de Bijbel dat God zelf zegt, een mensenleven is kwetsbaar, maar ik ben altijd dezelfde. En juist op een moment als vandaag mogen we bij Hem zoeken naar kracht, naar steun, naar nabijheid. We hebben met elkaar een stukje, een gedeelte gelezen uit Johannes hoofdstuk 14. En om dat gedeelte goed te begrijpen, is het goed om iets te weten van de achtergrond, van wat eraan vooraf is gegaan. Het is zo dat Jezus daar een gesprek heeft gevoerd met zijn discipelen. Je zou zeggen met zijn beste vrienden, met zijn dierbaren. En Jezus heeft tegen hen gezegd, ik ga overlijden. Hij heeft het gehad over zijn eigen einde, het einde van zijn leven, dat hij zou gaan sterven. En de discipelen, dat is zo begrijpelijk, zijn daar heel erg door van slag. Ze zijn onrustig. Er is van alles in hun gedachten, maar hoe moet dat dan verder? En hoe kan dat dan? Kunnen wij hem wel missen? En daarin komt dat gedeelte eigenlijk ook dichtbij een moment zoals vandaag, wanneer een dierbare je ontvalt. En er misschien ook wel gedachten zijn, onrust, maar hoe moet het nu verder? Hoe moet het dan gaan? Kan ik hem wel missen? En dan komen we bij die versen die we hebben gelezen. Die prachtige versen die ook Wart mooi vond, uit Johannes 14. De Heer Jezus gaat in die onrust tot hen spreken. Ze zitten daar met een hoofd vol vragen en zorgen. En in die onrust spreekt Hij tot hen. En Hij zegt tegen hen, wees niet ongerust. Wees niet bang. En waarom niet? In vers 1, wat we net gelezen hebben, aan het einde van het vers is dat te lezen, omdat de Heer Jezus tegen hen zegt, u gelooft toch in God. Geloof ook in mij. En vanmiddag zijn dat woorden die ook tegen ons allemaal persoonlijk worden gezegd. In de onrust die je kan zijn, in de gedachten die je kunnen zijn, zegt God vanmiddag tegen u, tegen jullie, geloof in mij. Het is God die vanmiddag tegen ons zegt, bij mij is rust te vinden. Ook in de soms heen en weer geschudde werkelijkheid van het leven. Bij mij is rust te vinden. Het is eigenlijk een uitnodiging van God, van de Heer Jezus, om te schuilen met het verdriet, met de zorgen bij Hem. En we hebben het net gelezen in vers 2 en vers 3, dan spreekt Hij die mooie woorden over het vaderhuis, met die vele woningen. En de Heer Jezus zegt daar, ik ga een plaats gereed maken, ik ga een plaats voorbereiden, om vervolgens mijn kinderen daar te brengen. En eigenlijk is dat
Is dat opvallend? En roept dat ook wat vragen op? Wat betekent dat nou? Dat de Heer Jezus het daar heeft over het voorbereiden, over het gereed maken van een plaats in dat vaderhuis. Dat zou met eerbied gesproken de vraag kunnen oproepen, betekent dat dan dat er een soort verbouwing, zouden we zeggen, nodig is? Dat er nog iets moet worden opgeruimd? Dat er nog iets in orde moet worden gemaakt? En ik denk dat het antwoord daarop eigenlijk ook te lezen is in wat er verder gebeurt in het evangelie van Johannes. De Heer Jezus zegt hier, ik ga een plaats voor jullie gereed maken. En vervolgens lezen we verder in het evangelie van Johannes. Hoe de Heer Jezus de weg gaat naar het kruis. Hoe hij zelf de dood ingaat. En hoe hij zelf de dood overwonnen heeft. We hebben met elkaar een aantal weken geleden Goede Vrijdag en Pasen meegemaakt. Beleefd, gevierd. En we mogen nu zeggen en we mogen nu weten, de voorbereidingen zijn getroffen. Zodat ieder die in hem gelooft, mag thuiskomen in dat huis van God de Vader. De prijs is betaald. De dood is overwonnen. Dat zijn de voorbereidingen waar het hier in die tekst over gaat. En het is vandaag zo hoopvol en zo krachtig en zo troostvol om dat te mogen weten. Want vandaag zijn we bij elkaar op een moment om afscheid te gaan nemen van wat? We moeten hem loslaten. En wat blijft het altijd diep ingrijpend en ook diep verdrietig wanneer iemand overlijdt. Wanneer we een dierbare moeten loslaten. En toch, wat is het dan hoopvol om deze woorden van de Heer Jezus te mogen horen. De voorbereidingen zijn getroffen. Zodat voor de kinderen van God niet de dood het laatste woord heeft, maar het eeuwige leven. Dat er ook op een dag als vandaag, wanneer het stilstaan bij een mensenleven wat voorbij is bij overlijden, dat we ook vandaag de dag mogen uitzien naar de opstanding uit de dood en het eeuwige leven met hem. Afgelopen week hadden we het erover met elkaar. Ik haalde het net al even aan. Wat heeft de laatste jaren getopt met zijn gezondheid? En dan komt die uitdrukking voorbij. Wat is toch een mens? Op een gegeven moment dan zie je iemands krachten bijna weggaan. Wat is toch een mens? En vandaag mogen we elkaar tegen elkaar zeggen, in geloof. Inderdaad, een mensenleven is kwetsbaar. Maar wanneer Gods hand een mensenleven draagt, dan draagt hij een mens door de dood heen, tot in het eeuwige leven. Dan is, juist in het licht, ook van het lijden van wat, de laatste jaren zoveel getopt, afgezien. En dan kan je heel voorzichtig tegen elkaar zeggen, dan is overlijden ook iets van bevrijding. Gelukkig, hij heeft niet meer hoeven lijden. Dan is het thuiskomen voor de kinderen van God. En vandaag in het verdriet wat er is er ook dankbaarheid. En het is ook goed om dat uit te spreken. Om te mogen terugzien op al het goede wat door het leven van Wart heen ontvangen is. Voor alle mooie momenten die jullie samen hebben meegemaakt. Voor alle kostbare herinneringen die je mag koesteren als familie, als vrienden, als dierbaren. Voor alle woorden die zijn gesproken. Voor die eigenlijk kleine alledaagse herinneringen waar we het over hadden van de week. Het zorgen voor de vogels, voor de kippen, het maken van soep. Juist die alledaagse herinneringen. Dat zijn beelden die je met je mee mag dragen. Die je mag koesteren. En Tanny noemde het net al in het In Memoriam. Maar ook als gemeente hebben we zo die herinneringen die je mag meedragen. De tochten die werden georganiseerd. Het inpakken van dozen, het doen van schilderwerk. Het hem zien zitten daarachter in de kerk. Wat is het kostbaar om dat mee te mogen dragen, om het altijd bij je te mogen hebben in gedachten. En eigenlijk is het heel mooi dat hier in Johannes 14, in die tekst die we hebben gelezen, dat de Heer Jezus daar niet zozeer zegt over dat vaderhuis. Het is een plaats met prachtige natuur en met overvloed, waar het lijden voorbij is, dat is ook waar. Maar de focus die in dat gedeelte vooral wordt gelegd, is dat de Heer Jezus zegt, in vers 3, dan mag je zijn waar ik ben. Dan mag je zijn waar ik
ben. En ten diepste is dat waar het om gaat. Dat je als mens mag weten, ik ben veilig bij God. Ik hoor bij Hem. En zelfs de dood brengt daar geen scheiding in aan. Maar door de dood heen te mogen thuiskomen in Gods aanwezigheid. We weten niet hoe het na dit leven zal zijn. Soms zou je het zo graag willen weten. Hoe is het nu? Voor wat? We weten het niet. Maar we weten wel deze woorden van de Heer Jezus die zei, dan zal je mogen zijn waar ik ben. En in zijn aanwezigheid is het goed. Eeuwig bij hem te zijn. Dat is genoeg om te weten. En dat geeft rust. En eigenlijk is dat ook wat er in vers 6 van dat gedeelte genoemd wordt door de Heer Jezus zelf. Hij zegt daar niet, ik weet van een weg. Maar hij zegt, ik zelf ben die weg. Hij zegt niet, ik weet waar waarheid te vinden is. Maar hij zegt, ik ben de waarheid. Het is echt waar. Het is echt betrouwbaar wat ik zeg. En vandaag mogen we daar ook met elkaar op vertrouwen. Op dit moment van afscheid nemen van wat? Van hem moeten loslaten. De woorden van God zijn waar. Zijn betrouwbaar. En geven in het verdriet wat er is uitzicht, troost en zelfs hoop. En tegen ieder van ons wordt het vanmiddag gezegd wat de Heer Jezus zegt. Geloof toch in God. Geloof in mij. We mogen gaan tot hem en ik wil u en jullie ook daarin aanmoedigen, daartoe oproepen. Zoek je kracht bij hem. We hebben het nog gezegd tegen elkaar afgelopen zaterdag. Hij is de God die kracht geeft naar kruis. En wat is het bijzonder om dat te mogen ervaren. Ook vandaag wil hij voor u, voor jou een God zijn. En ook vandaag nodigt hij u, nodigt hij jou uit. Kom toch tot mij. Met alles wat je bezighoudt, met alle vragen, met al het zoeken, leg het maar voor mij neer. Leg jezelf maar voor mij neer. En zo mogen we in deze dienst ons vertrouwen stellen op hem. En zo mogen we troost vinden in die woorden die hij zelf gesproken heeft. En dan, wanneer het lijden van dit leven voorbij is, dan zul je altijd, en die woorden mogen we afscheid nemen van wat, dan zul je altijd mogen zijn waar ik ben. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, liefdevolle Vader, dank u wel voor die woorden over dat vaderhuis.
Dank u wel, Heere, voor die bemoediging. Ook vandaag op dit moment waarop we wat moeten loslaten. Dank u wel, Heere, dat u zelf gezegd heeft, dan zult u mogen zijn waar ik ben. En wat geeft dat troost? Om daaraan toe te vertrouwen. En Heere, we danken u voor dit moment. We danken u dat op dit verdrietige moment, maar dat de zon schijnt. We danken u dat we ook mooie herinneringen mogen delen met elkaar. We danken u voor al die gedachten die we met ons mee mogen dragen. Voor de rest van ons leven. En die altijd met ons mee zullen mogen gaan. We danken u voor de liefde die Wart heeft mogen uiten naar de mensen om hem heen. Dank u wel daarvoor. Voor wie hij heeft mogen zijn. Voor dierbaren. En we bidden u, Heere, help ons om het goede te zien en om u daarvoor te danken. En we bidden u, help ons in ons verdriet. Wilt u ondersteunen zoals u dat zelf alleen kunt. Heere, u weet wat er in ons hart is. U weet wat onze gedachten zijn. U weet ook dat zo'n gebeurtenis, zo'n ingrijpende situatie ons ook weer wijst op onze eigen kwetsbaarheid. Op onze eigen, eigenlijk op ons onvermogen om het leven vast te houden wat we zo graag zouden willen. En Heere, dank u wel dat u het zei tegen uw discipelen, wees niet onrustig. Vertrouw op God. Vertrouw ook op mij. En Heere, help ons zo allemaal persoonlijk om dat te doen, om zo te leven. In vertrouwen op u, juist ook vandaag. Dank u wel dat we in uw woord lezen. Onze God is een veilige schuilplaats. Dank u wel dat we voorbeelden lezen in de Bijbel. Van mensen die tot u de toevlucht hebben genomen. Die gingen schuilen bij u met wat er speelde in hun leven. En dat u hen vertroost heeft. En dank u wel dat we het ook deze week tegen elkaar hebben mogen zeggen. Inderdaad, u bent de God die kracht geeft naar kruis. Juist op moeilijke momenten wilt u ondersteunen. En zo bidden we dat ook voor straks, wanneer de gang naar de begraafplaats gemaakt zal moeten worden. Heer, wat is dat een moeilijke weg om te gaan? En wat is het tegelijkertijd bijzonder om te mogen weten dat we niet alleen gaan, maar dat u de God van Wart wilde zijn en ook vandaag onze God wil zijn. En Heer, zo bidden wij om uw kracht. Wilt u met ons zijn? Wilt u ons helpen? En mag het inderdaad waar zijn, wat het lied bezingt, al de weg, heel de weg, leidt mij mijn heiland. En volkomen vreugde wacht mij in het zalig vaderhuis. Dank u wel, Heere, dat we daarover mogen zingen en dat we daarover mogen spreken. En zo leggen we deze dienst en leggen we onszelf in uw handen. En we bidden dit om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar dat lied zingen uit Johannes de Heer, lied 5, vers 1 en vers 3. Al de weg leidt mij mijn heiland.
Ik wil u vragen voor zover mogelijk om te gaan staan. En we mogen met elkaar ook straks de weg naar de begraafplaats gaan, gedragen door de zegen van de levende God, die ik in zijn naam mag uitspreken. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jou zijn vrede. Amen. Dan geef ik nu het woord aan de begrafenisondernemer. We gaan ons gereed maken om naar de begraafplaats te gaan hier in Wemeldingen. En we rijden in rouwstoet naar de begraafplaats met auto's. En u kunt in de rouwstoet aansluiten in u die dit wenst. Na afloop van de begrafenis komen we hier weer terug in de kerk en is er gelegenheid om de familie te condoleren. Zodra u zometeen de kerk verlaat, wil ik wel vragen of u uw mondkapje weer op wil doen. En ik geef het advies om het op de begraafplaats ook te blijven dragen, omdat de ervaring leert dat we op de begraafplaats heel dicht bij elkaar komen. Dan gaan we nu over tot de uitgeleide en nodig ik de dragers uit naar binnen te komen. En zodra we overgaan tot de uitgeleide wil ik vragen of de familie op de voorste rij direct achter de bar wil aansluiten. En de andere aanwezigen wil ik vragen om weer even te wachten. Dan kom ik u een teken geven om u ook uit te nodigen.
Ja, dan wil ik u allen uitnodigen om te volgen naar de begraafplaats.